zomer. Een levendige bedoeling hier op RVP zien. Wat is er aan de hand? Nou, wij houden onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. En u ziet, er is een geweldige opkomst. Dus dat geeft ook aan dat we een levendige vereniging zijn. Een levendige vereniging, nabers eigenlijk? Naberschap, ja, zeker een naberschap. Sterk naberschap. Er zijn veel mensen die hier al jaren wonen. Dus ook een sterke onderlinge band. Ja, men kijkt zeker wel om naar elkaar. Dat gebeurt zonder meer. Maar ook hier is het natuurlijk ook de 21ste eeuw. Zeker, dus wij praten ook over een buurt-app en dat soort dingen. Dus die komen ook. Hè? Nou, we zijn er al even mee bezig. Maar ik verwacht dat het over een maand of twee effectief wordt. Er zijn wat oudere bewoners in de buurt. En die hebben dan een sterkere mate van onveiligheid ervaren ze. Juist omdat ze ouder worden. En vanuit deze bewoners is dan een sterke wens om te zeggen van gut, kunnen wij geen buurt-app maken? En dat was ook het initiatief om daartoe te komen. Vogelenzang is uiteraard een zeer boeiend onderwerp in deze buurt. Er heeft laatst nog wat over in de krant gestaan. Er zijn wat ontwikkelingen gaande. Dat Egbert en Kate inderdaad nu toestemming krijgt om zijn plannen verder te ontwikkelen. Kijk, het is per definitie een heel gevoelig thema. Dat met name ook mensen hier al heel lang wonen. En ieder heeft zijn eigen gedachten erbij.